Ben jij klaar voor een nieuwe Akinator video? Dat zal je zien na de intro. Dus yo iedereen, welkom terug bij Jobs Movies. Vandaag weer een nieuwe video van Akinator. Jawel, het is super lang geleden, maar hier ben ik terug met de super awesome serie natuurlijk. En ik heb de vorige keer ook gevraagd van, jongens, laat eens in de comments achter wat ik voor jullie moet opzoeken. En ik heb er hier een paar opgeschreven en het eerste wat ik moet opzoeken is... Zoekbaarden op van Banjo Movies en Bob Storms heeft dat geschreven in de comments. Dus we gaan Banjo, of Pardo van Banjo Movies beter gezegd, eens opzoeken. Je kent wel de tweede Belgische YouTube gathering, hè? En in dat filmpje zei hij van, heb jij de naam van mijn kanaal? Ik zo... Nee. Ja, yo, wat op gasten, je kijkt naar Jobster Movies. Het is Jobster met Movies en ik ben van Banjo Movies. Heb je de naam daar ook vandaan of niet? Nee. Nee? Totaal niet, maakt niet uit. Abonneer zeker weten op Jobster Movies hier beneden, want hij maakt gruwelijk vette video's. En laten we eerlijk wezen, ik heb het al 3 keer gezegd, maar maakt niet uit. Het is gratis, het is op YouTube, het is ideaal en het is Belgisch. Abonneren en een groen duimpje. Later! Toevallig Jobster Movies, Banjo Movies, maar kom, is je personage een meisje? Nee. Bestaat hij echt? Bardo bestaat echt. Bekend door sport. Denk niet dat hem door sport bekend staat. Is hij een Belg? Nope. Hij woont in Nederland, ja. Een YouTube gamer is het niet. Momenteel ouder dan 30 jaar. Ik denk ook niet dat hij ouder is. Bekend, ja. Op een podium. Nee, ik denk dat niet, jongen. Bekend van YouTube, uiteraard. Ik vind eigenlijk by the way zijn video's ook super awesome. Ik volg hem ook. Heeft hij een vriendin? Denk het niet. Is hij een mens? Ja. Homoseksueel? Ja, nee. houd je personage van bier? Ik heb nog niet zoveel van bier zien drinken, dus ik weet het niet. Leeft je karakter samen met een man? Nee. Is hij dik? Wel, ik wil niet beledigen, want hij doet heel veel werk voor niet dik te zijn, maar ik ga ja pakken. Hij speelt Minecraft. Speelt het personage Minecraft? Ja. Speelt hij in een kingdom? Speelt Pardo in een kingdom? Weet ik niet. Speelt het personage in een kingdom? Waarom de tweede vaak hetzelfde keer? Waarom draagt hij hetzelfde? Akinator. Heeft hij een zus? Denk het niet. Komt hij voor een spel RuneScape? Nope. In de Kingdom Atlas? Weet ik niet. Heeft hij personage een tweelingbroer of zus? Nope. Is hij personage een bekende... Nee, heeft hij personage een bekende broer? Nee. Job van Toe Maar Game. Ups. Nee. Volgende, ja. Is de personage van het videospel The Island? Nee. Is hij personage van Team Fortress 2? Nope. Is hij dik? Ja. Speelt hij blabla? Nee, geen vampires. Aanbidt die personage kippen? Nee, het is niet vaak genoeg. Heeft die personage een gamekanaal? Ja en nee, maar dan gaan we afleiden. Dus ik ga pakken van, weet ik niet. Heeft het karakter te maken met Minecraft? Nee. Is die ook karakter? Nee, ik ga dus geen kingdom doen. Heeft die personage meer dan 3000 fans op YouTube? Uiteraard. Zij een vrouw? Nope. Speelt die personage in Minecraft? Nee, pak van hier zit hij. Nee, geen kingdom. Komt direct voor in de Minecraft-serie? Nee, het jongen is Europees. Uiteraard! Is de personage bekend met een baard? Nee. Is de personage bekend met videogames? Nee. Bardo, Banjo Movies en Banjo Town. Wow! Ik heb het gevonden, jongens. Ik heb het gevonden. Ja, bitch. Dus dat is super awesome. De volgende die we vandaag gaan zoeken is uiteraard weer Jobster Movies. Hey, maar by the way jongens, ik heb mijn eigen echt wel gevonden een maand geleden of zo. Dat was super awesome. Maar de volgende die we gaan zoeken is die komt van Brandon VDP. We gaan eerst Zaterita, of ja, Chachaclafo, aka Zaterita opzoeken voor de familiefans. En daarna gaan we Frank van Thuis opzoeken. Alleen, ik ken niet veel van Frank, want ik kijk zelf familie. Sorry. Dus Zaterita, of gewoon Chocolafon. Dus is je personage van het vrouwelijke geslacht? Die weet dat al direct, hè? Ja! Is je zanger of een zangeres? Een familie wel, maar ik ga pakken voor een... Denk niet, nee. Leeft je personage in hetzelfde land als jij? Ja! Kent je personage jou persoonlijk? Niet, jongen. Is hij in België? Ja! Kan je personage een tv-serie? Uiteraard. Speelt je personage mee in thuis? Nee! Een familie! Kindershow? Nope. Is hij blond? Nee. Rood haar, ja. Heeft hij een zoon? Weet ik niet. Is een personage gelinkt met een stripverhaal? Nee. Is een personage geïnteresseerd in alcohol? Daar zijn we. Werd je personage in de jaren 80? Weet ik niet. Heeft je personage een beste vriendin in een serie? Zoals Zaterita, een beste vriendin. De fles. Weet ik niet. Heeft je personage 2 kleuren? Wat? Nee. Is je personage een acteur? Nee.
Dit personage is momenteel meer dan 40 jaar oud. Dit durf... Nee, niet te schatten, hè. Weet ik niet. Heeft dit personage te maken met Galatasaray? Nee. Is dit personage roodharig? Ja. Speelt de persoon in een politie-serie? Nee. Televisiekanaal? Ja. Sophie Dumont? Nee. Satarita, alstublieft. Je zat er juist keigoed. Was je personage de presentator van de tv-show? Nee. 3 weeks later. Geen Kingdom. Geen Mega VVP. Chucky Lafon, actrice, familie. Bitches! Ja, eindelijk. Damn, bitches. Ja. Nu gaan we dus Frank van Thuis zoeken. Nu, ik ken daar niks van, hè. Dus, hopen, ik ken er echt niks van. Is hij een Belg? Ja. Is de man? Ja. Bekend door sport? Denk ik niet. Een acteur? Ja. Kindershow? Nee. Ouder dan 40 jaar? Weet ik niet. Ik ga het daarop pakken. Heeft hij een bril? Draagt hij in thuis een bril? Of eenderwacht? Denk dat niet. Een zanger? Nee. TV-show? Nee. Komisch acteur? Is hij komisch in thuis? Ik denk dat wel. Heeft die personage kinderen? Dat weet ik niet. Speelt de persoon in een politie-serie? Nee. Is het personage klein? Nee, denk ik. Is het personage voetbalspeler? Nee. Nee. Speelt de personage een foute vrienden? Nee. Heb je het personage in de tv-serie? Yes, yes, yes. Speelt de personage van de moeilijke comedies? Nee. Is hij homoseksueel? Denk ik niet, want bij het eerste erop had ik gezien dat hij met een of ander blijtende vrouw daar altijd zat. Zo... Je doet nooit iets. Bla bla bla. Dus nee. Split je personage mee in thuis. Nergens beter dan familie. Nee, sorry. Thuis. Sorry, thuiskijkers. No offense. Sorry. Ja, speelt mee in thuis. Meer dan 50 jaar oud. Ik denk dat niet. Is het personage ooit getrouwd geweest? Ik denk dat wel. Is het personage verkleed als man? Is dat een travestiet? Weet ik niet. Is geen meisje. In een kantoor, ik denk dat niet. Zanger, zangeres? Nee. Geert Hunaerts, acteuren thuis? Nee. Volgende. Speelt personage in de serie QTST? Nee. Is het personage getrouwd in het visieprogramma? Is hij getrouwd? Ik denk dat wel. Het personage heeft toch grijs haar? Weet ik niet. Draagt hij vaak strepen? Weet ik niet. Is het personage de hoofdrol in de film? Want het is geen film, hè. Krullend haar. Nee. Is de moeder van die personage nog leven? Dat weet ik niet. Heeft de personage een baard? Denk het niet. Eigen tv-serie? Weet ik niet. Gastheer? Nee, jongen. Niks te Amerika. Niks te stripverhaal. Niks te sport. Niks te verband met film. Dat weet ik niet. Natuurkundige? Nee. Tik? Nee. Zij werken gevaarlijk? Dat weet ik niet. Dus nee. Is je personage wit? Bedoel ze daarmee blank? Of... Ja, doe maar, weet ik niet. Werkt je personage voor televisiekanalen? Ja! Veel gevoel voor vuur. Bekend in Nederland, dat weet ik niet. Het is Peter Nasbroek. Presentator. Nee! Het is... Hans Ottenhermenbrugge, Jeff de Smet. Staan die in de lijst, man. Dus... Frank. Is het Frank of Frankie? Frank... van... Thuis ga ik schrijven. Weet ik veel wat. Jongens, dit was mijn Akinator video van vandaag. Ik weet, het is heel veel gezeik geweest. Ik weet dat het leuk was. Misschien dat jullie iets weten van... Hey, dat gaat wel leuk zijn als je dat met Akinator doet. De volgende keer gaan we Finding Nemo opzoeken. Rowan Atkinson. Maar als jullie nog superleuke dingen hebben waar jullie van denken van... Hey, joppe. Deze moet echt opzoeken, maat. Dat is kei chill. Laat het eronder weten in de comments. Hopelijk kunnen we weer de super fucking awesome keiveel likes halen. Dus like al maar. Abonneer op mijn kanaal, het is gratis. Deel alles op de social media. En dan zie ik je de volgende keer weer terug in een nieuwe video. Bye bye.